Mijn grootmoeder is geboren in Wales, in een plaatsje genaamd Haverford West, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Direct na de Eerste Wereldoorlog kwam haar vader, een Welsje paardenkoper, terug en is zij gevlucht voor hem. Eerst naar, met haar moeder, eerst naar Londen en toen naar Den Haag, waar ze terecht kwam. Mijn grootmoeder, ik woonde als kind in een huis waar zij woonde, van mijn 4e tot mijn 13e. En als ik van school kwam, was ze er altijd. Ze zat altijd op de eerste verdieping en ze was altijd aan het lezen. Ze zat op het eind van een kamer, op een verhoging, op een bank te lezen. Dat is het enige wat ze deed. Ze las zoveel dat toen zij de bibliotheek van de wijk uit had, moest ze met de auto naar de grote stad, naar de centrale bibliotheek gevoerd om daar meer boeken te halen. Zij heeft mij zeker de liefde voor literatuur bijgebracht. En ze heeft nooit geschreven, ook al waren er veel vrienden van haar die tegen haar zeiden, dat is eigenlijk wat je moet doen. Tot op haar dood bleek er één tekst te zijn die wij 10 jaar na haar dood van advocaat hebben gekregen. En die ging over Camus. De regel dat je het nooit zou snappen als je moe niet ook een vreemde is, hoe het is om ergens te zijn. En dat is een regel die in één van de boeken van Camus staat.